Zondagmiddag, 1 mei 1994. De start van de Grand Prix op Imola, San Marino. Na een heftige crash tussen Pedro Lamy en JJ Leto komt de safetywagen in de race. Na 7 ronden kent de race een vliegende start. En even later, in de Tamburello-bocht, is het raak. Senna gaat erop. Ayrton Senna schiet erop. Op een volgaspositie gaat Ayrton Senna rateloos rechtdoor. Mijn god, wat gebeurt hier allemaal? I continuously go further and further, learning about my own limitations, my body limitations, my psychological limitations, and it's a way of life for me. Om 7:10 overleed Ayrton Senna in het Maggiore ziekenhuis in Bologna. Een man die zijn leven gaf voor de overwinning in de Formule 1. I just love winning. Omdat er voor Ayrton Senna slechts 1 plaats aan het einde van de race was. I just love winning. De eerste plaats. Of niets. Of course, there are moments that you wonder how long you should be doing it, because there are other aspects which are not nice in this lifestyle. But I just love winning. I just love winning. Autocoureur Ayrton Senna, drievoudig wereldkampioen Formule 1, is overleden na een zware crash op het circuit van Imola. Senna werd 34 jaar. See you later.